Het is opnieuw een bijzonder verhaal, de introductie van deze nieuwe Tesla Model X. Je ziet hem daar ver achter mij staan, allemaal journalisten eromheen, want er is maar één auto waar we slechts 20 minuten mee mogen testrijden. Dat gaan we zo doen. Ja, Tesla positioneert die Tesla Model X als een SUV, een luxury SUV en een crossover. Maar vooral ook SUV. Hij moet gaan concurreren met auto's zoals deze blauwe XC90 die achter me staan, maar ook een Porsche Cayenne noemen ze als voorbeeld. Nou, dat valt nog maar te bezien, want de bodemspeling is volgens mij behoorlijk minder. Terwijl de rijhoogte wel iets in hoogte kan worden gevarieerd, maar toch. Qua prijs kan hij in ieder geval meedoen in de zin van dat hij duur is. Hij kost maar liefst 98 mil. Er gaat nog wel ongeveer 16.000 euro aan belastingvoordeel en brandstofbesparing aan af, zegt Tesla heel mooi op haar site. Maar goed, vooral dat laatste bepalen we graag zelf, dus daar zullen we nog eens induiken. Ja, zo'n crossover is toch een beetje oud nieuws zou je kunnen zeggen. Zeker voor een revolutionair merk als Tesla. Tesla zou Tesla niet zijn als ze ook de crossover en de SUV op een hele unieke manier aanpakten. Je ziet het onmiddellijk in het plaatje, die vleugeldeuren. De Falcon Doors noemt Tesla ze. Een hele ingenieuze vleugeldeurconstructie met dubbele scharnierpunten, waardoor de breedte naast de auto beperkt nodig blijft. Ze zijn wel kwetsbaar gebleken bij de eerste modellen. Tesla zegt inmiddels die problemen te hebben opgelost, maar bijzonder is het zeker. Bijzonder is ook dat je altijd 7 zitplaatsen hebt en dat die stoelsystemen op een hele mooie manier zijn geconstrueerd. Kijk maar hoe dat eruit ziet. Je hebt daardoor niet alleen mooie slanke zetels, ziet er prachtig uit, maar ook net voldoende ruimte op de derde zitrij. De voorste portieren die zijn stijlloos, nou, in de zin van dat ze geen raamstijlen hebben. Want ze zien er prachtig uit. Ze openen ook automatisch. Ja, en de cockpit is, zoals we inmiddels van Tesla gewend zijn, helemaal digitaal. Met alle functies in die twee schermen. Voorin opnieuw ook nog flink wat bagageruimte. Ik heb er net in gereden. Hij rijdt net zo goed als die Tesla Model S. Wat mij betreft nog wel iets beter. Het lijkt op een of andere manier alsof hij iets beter stuurgevoel ook heeft. Ja, hij is natuurlijk nog steeds razendsnel. Je kunt hem ook krijgen met die absurde ludicrous mode. Geslaagd of ver gezocht deze Tesla Model X? Nou, wat mij betreft het eerste. Want datgene waarmee hij eigenlijk echt punten scoort zijn de praktische features. Hij heeft 2200 liter maximum bagageruimte inhoud. En er mag ook 2200 kilo geremd achter, een aanhanger dus. Nou, dat zijn echt praktische dingen die passen bij zo'n 7-persoons gezinsauto. Beetje jammer dat hij nog in de dure categorie valt. 98 mil is natuurlijk niet mals. Maar je krijgt er wel een auto voor die heel veel kan. Een rijkwijd heeft van minimaal 400 kilometer. In de praktijk dik 300. Maar toch, ja, en dan is het nog steeds bewonderenswaardig hoe Tesla dit weet te verkopen. Met echt leuke features zoals die Falcon Doors. Ingenieuze vleugeldeuren, waarschijnlijk ook wat kwetsbaar, maar dat moet nog blijken op de lange termijn. Maar in ieder geval een fantasievolle aanpak van een categorie auto's waar ik over het algemeen een behoorlijk huishoudelijk gevoel van krijg. Beetje saai, beetje verstandig. Nou, dat is deze Tesla Model X zeker niet.